Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en de virtuele podcaststudio van Doorbraak mag vandaag twee fantastische gasten ontvangen, met name Bert Munk, historicus, en Rick Torfs, kerkjurist. Welkom, heren. Dank u wel. Aangenaam. Heren, jullie hebben een vrije tribune geschreven die ik opmerkelijk vond en die toch de moeite waard is om even verder over na te denken. En daarom heb ik jullie uitgenodigd. Jullie hebben die samengeschreven en ondertekend met 25 artsen en wetenschappers. En die gaat eigenlijk over het feit dat wetenschappelijk beleid, dat het beleid aan de hand van wetenschap en dat wetenschap zelfs aan zich niet kan zonder tegenspraak. Wat was eigenlijk jullie belangrijkste boodschap die jullie wilden geven met deze open brief? Als ik misschien de spits mag afbijten dan. Ik denk dat de boodschap is, zoals jij ze zelf al heel goed hebt weergegeven, denk ik. Er wordt tegenwoordig een beetje een cordon sanitair rond de wetenschap opgetrokken. Dat de wetenschap verdedigt zich een beetje op een defensieve manier, vind ik, tegen kritiek van buitenstaanders. En dat is niet goed, denk ik, nog voor de wetenschap, nog voor het publieke en het politieke debat. Nee, want de wetenschap grijpt vandaag heel erg in op ons dagelijkse leven. Al langer natuurlijk, maar sinds maart 2020 zijn we dat heel sterk gaan ervaren, hoe indringend de wetenschap op het politieke en publieke gebeuren ingrijpt. En je merkt ook dat daar heel weinig ruimte is voor daar kritiek op te geven en om dat in vraag te stellen. En aangezien heel veel van de politiek echt blijkbaar bijna rechtstreeks voortvloeit uit keuzes gemaakt door wetenschappers, uit wetenschappelijke modellen enzovoort, is het heel belangrijk dat je daar wel over kan debatteren, dat je wel kan vragen stellen als buitenstaander, als burger, als leek ook, of als iemand uit een andere discipline, dat je daar wel vragen over kan stellen. En dat is ook beter voor de wetenschap zelf, denk ik, want de wetenschap wordt natuurlijk zelf ook beter door debat en door discussie en door openheid voor andere meningen. Dus ik vind het heel belangrijk dat er wel dat die ruimte wordt gevrijwaard. En die staat nu heel erg onder druk, volgens mij. Ja, ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat de wetenschap ook volledig wetenschap kan blijven. Hè? Dus ik begrijp heel goed dat in extreme omstandigheden, zoals tijden van een pandemie, dat mensen graag wat bevestiging vinden of wat gerustgesteld willen worden. Dat is menselijk. En zo wordt er heel vaak ook in de media bijvoorbeeld gezegd, experts zeggen. Hè? En daarna wordt een vrij simpele vaakstelling weergegeven. Maar ja, eigenlijk is dat soort gebruik van de wetenschap op termijn schadelijk voor de geloofwaardigheid van de wetenschap. Omdat in feite er een soort dogmatisch gebruik van wordt gemaakt. Er wordt gezegd, dit is wat de experts uiteindelijk zeggen, punt. En er zijn geen andere experts blijkbaar, of geen andere omstandigheden die je kunt bekijken. Vaak hoor je dan ook zeggen, cijfers zijn cijfers, bijvoorbeeld. Ja, wat natuurlijk maar ten dele waar is. Ze zijn in de letterlijke zin van het woord cijfers, maar het blijft heel belangrijk om bijvoorbeeld te bekijken hoe ze tot stand zijn gekomen, welke variabelen in rekening zijn gebracht, in welke mate en zo verder. En ik denk dat het heel belangrijk is voor wetenschappers en dat wij allemaal, iedereen die de brief mee ondertekend heeft, juist heel erg in de wetenschap gelooft, om ervoor te zorgen dat de wetenschap die functie van vraagstelling, verdere analyse, kritiek, blijft vervullen en zich niet voor de wagen laat spannen van mensen die zeer simplistische oplossingen zoeken en tegenspraak willen uitschakelen, terwijl de wetenschap juist het tegendeel zou moeten doen. Wetenschap heeft zo'n beetje eigenlijk een aantal eigenschappen verworven, vind ik, van een religie. In die zin dat bepaalde stellingen niet meer mogen in vraag gesteld worden, terwijl een goede wetenschap betekent toch dat je ook uitgaat van het feit dat je dingen nog niet weet en dus wel moet in vraag stellen. Of vat ik het dan verkeerd samen? Ja, ik denk dat de wetenschappers, de betrokken wetenschappers, dat zelf wel beseffen. Hè? Dat er een soort spanning is tussen wat er
publiek wordt gecommuniceerd en dat kadert dan in een politiek en ook een heel erg moreel, moralistisch plan, denk ik. En anderzijds dan hoe de wetenschap werkelijk zelf functioneert. Er is een groot spanningsveld tussen die twee, denk ik. En ik denk dat de experts zich daar zelf wel van bewust zijn. Maar het is heel kwalijk dat er naar buiten toe, en ik denk dat de media daar een grote verantwoordelijkheid in hebben, dat er inderdaad naar buiten toe altijd die idee wordt gecreëerd dat er wetenschappelijke consensus bestaat. Hè? Wetenschappelijke consensus. Er is wellicht wel een wetenschappelijke consensus over de ernst van het virus en dat er iets moet gebeuren. Die consensus is er wel, denk ik. Maar over nagenoeg alles wat betreft hoe dat dan te benaderen, hoe daarmee om te gaan, hoe daar, welke maatregelen te treffen, over al die deelaspecten is helemaal geen wetenschappelijke consensus natuurlijk. Over mondmaskers. Over scholen sluiten, over grenzen sluiten enzovoort. Daar is helemaal geen wetenschappelijke consensus over. En als je ziet hoe de zogenaamde wetenschappelijke consensus het voorbije jaar al is geëvolueerd, heel fundamentele dingen van maart 2020 zijn ondertussen op de schop gegaan. De anderhalve meter waar alles mee begonnen is, is eigenlijk al lang geen stand meer, hè. Sinds het idee dat het virus wordt overgedragen in de lucht via aerosol, dat betekent eigenlijk dat die anderhalve meter waar alles mee begonnen is, eigenlijk geen steek meer houdt. De laatste ontwikkelingen, de laatste bijstellingen van de adviezen houden nu ook in dat er de besmettingen via oppervlakte, dat eigenlijk ook heel minimaal is. Hè. De Amerikaanse richtlijnen zijn daar onlangs aangepast door voortschrijdend inzicht binnen het wetenschappelijk onderzoek. Dus dat massaal ontsmetten dat we allemaal beginnen doen zijn in voorjaar 2020, dat is eigenlijk ook al iets dat voorbij gestreept is. Dus alleen op dat ene jaar dat we nu gepasseerd zijn, zijn heel fundamentele inzichten overboord gegooid, of zijn we die ondertussen overboord aan het gooien. Dus dat alleen al toont aan dat die consensus altijd heel wankel is. Natuurlijk. Ja, en dat is des te meer het geval wanneer men met een nieuw fenomeen te maken krijgt, natuurlijk. Hè. Dus er zijn allerlei verschijnselen in de samenleving die al decennia, misschien zelfs eeuwen, worden onderzocht. Maar hier komen we in aanraking met een nieuw virus. En ja, dan valt te bekijken hoe dat allemaal uitpakt. En is er inderdaad, zoals gezegd, voortschrijdend inzicht. Maar ik denk dat de wetenschap ook twee dingen, denk ik, duidelijk moet voor ogen houden om geloofwaardig te zijn. En dat is enorm belangrijk, want wetenschap is natuurlijk van kapitaal belang voor onze samenleving en onze toekomst. Ik denk, om te beginnen moet je, en dat heeft collega Lemunda net heel juist gezegd, ook goed kijken naar wat moralistische vooronderstellingen zijn aan de ene kant en wat wetenschappelijke punten zijn. Hè. Wat is de moraal, hoe mensen zouden moeten leven en wat is wetenschappelijk dan van belang. Hè? Dus bijvoorbeeld, het is wetenschappelijk niet zo belangrijk dat mensen de regels naleven, maar wel dat de regels op zichzelf effectief zijn. Het eerste is een morele uitspraak, het tweede kan een wetenschappelijke zijn. Ook heel belangrijk is dat er heel vaak in de discussie een impliciete ranking is geweest van wat belangrijk is en wat niet voor de bevolking. En belangrijk was dus het bestrijden van het virus. Dat is altijd centraal komen te staan, ook in allerlei cijfers en tabellen. Wat minder meespeelde, of toch minder in de picture kwam, waren elementen zoals psychisch welzijn, economie, misschien de algemene state of mind van een samenleving. Dus het is heel belangrijk dat heel duidelijk wordt gezegd wat men op de eerste plaats stelt, wat op de tweede, hoe men eventueel een mix van allerlei aspecten wil laten doorgaan en zo verder. Dus dat zijn de moralistische en andere vooronderstellingen. Een tweede punt vind ik het methodologische. We merken dat er vandaag toch een wat grotere tweespalt bij de bevolking ontstaat en veel mensen er eigenlijk genoeg van hebben en zich beginnen af te vragen, ja, maar wat is dat nu? En er worden zoveel maatregelen genomen en lockdowns, halven of kwart en zo verder georganiseerd zonder resultaat. Ik denk dat een van de belangrijkste punten is voor een wetenschapper om duidelijk proberen te maken wat hij zeker weet, wat bijna zeker, waarover hij erg twijfelt, welke maatregelen wellicht effectief zijn, welke minder. En dat heb ik ook enorm
gemist. Ik kan misschien één kort voorbeeld geven. Als er wordt gesproken over de zogenaamde versoepelingen, hè, wordt er vaak gezegd, ja, we kunnen die maatregel nemen, of die maatregel, maar niet alle drie tegelijk, bijvoorbeeld. Wel, dan zou ik graag weten wat het wetenschappelijke effect is van het cumulatieve van die drie maatregelen, die elk op zichzelf dan wel nog haalbaar zouden zijn. En dat zijn dingen waar een wetenschapper ja, moet proberen een antwoord op te bieden. En zo het beleid kan helpen natuurlijk. En ook de wetenschap kan helpen door dat uiterst genuanceerd en kritisch te onderzoeken. Maar zoals jullie zeiden, de media speelt daar een rol in en eigenlijk ook de toehoorders, want het ligt misschien ook voor een stuk, of het probleem ligt misschien ook voor een stuk bij diegenen die de boodschappen ontvangen, met name dat men de wetenschap als onfeilbaar gaat beschouwen en dat men dus bijgevolg niet meer kan aanvaarden dat een wetenschapper inderdaad gebruik maakt van voortschrijdend inzicht en terugkomt op eerdere uitspraken, want dan heeft men meteen zoiets, alles wat die man heeft gezegd is onwaar. En de media lijken wel mee te gaan in die pensée unique. Vinden jullie dat niet? Dat ja, wat een wetenschapper zegt moet zo'n vaststaand feit zijn en mag niet veranderen. Ja, dat is een heel moeilijke kwestie, want in principe zou je als wetenschapper inderdaad inkijk moeten geven in de interne keuken, hè, in de keuzes die je maakt. Hè. Want wetenschappers maken keuzes. Hè. Waar kijk je naar? Hè? Welke modellen gebruik je precies? Wat stop je in die modellen? En eigenlijk zou het publieke debat op zo'n manier moeten gevoerd worden dat je daar ook als leek inkijken krijgt. Hè. Bijvoorbeeld de befaamde curves, waar we ook weer in het voorjaar van 2020 mee begonnen zijn, hè, die exponentieel stijgende curves en die voorspellingen die voortdurend werden gedaan, die zijn natuurlijk gebaseerd op een aantal aannames. Hè, een aanname van, als je niks doet, hè, en je vertrekt met dit reproductiegetal, en je doet niks, dan blijft die curve stijgen tot op dat. En dan krijg je zoveel duizenden of tienduizenden doden, enzovoort. Maar er zitten aannames in, zoals de aanname bijvoorbeeld dat het menselijk gedrag zich niet vanzelf aanpast. Ik zeg niet dat alle modellen zijn. Er zijn wel modellen die met menselijk gedrag ook rekening houden, maar een aantal belangrijke modellen van voorjaar 2020 hielden met die factor geen rekening. Dus gingen ervan uit, als je als overheid niks doet, dan gaat het gedrag van de bevolking zich ook niet aanpassen. Terwijl we ondertussen natuurlijk weten dat mensen wel zich aanpassen als ze goed geïnformeerd worden. Dus eigenlijk zou je de discussie op zo'n niveau moeten voeren, dat ook die aannames en die vooronderstellingen die in die modellen zitten, dat je die ook open op tafel gooit en dat je die ook ter discussie stelt. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Hè? En hetzelfde geldt voor ja, nu verschuift de discussie meer, zoals net gezegd, de discussie meer naar wat werkt er precies. We werken er niet en daar is het echt op dit ogenblik volgens mij nog heel erg koffiedik kijken. Ik denk dat er, naarmate het jaar vordert, eigenlijk minder zekerheid is over wat er gewerkt heeft en wat er niet gewerkt heeft. Want als je nu zijn er steeds meer we zijn vertrokken met simulaties. Ja. En nu na jaren hebben we steeds meer observationele studies die proberen in kaart te brengen door staten in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, of door landen te vergelijken, landen die verschillende maatregelen hebben getroffen. En wat daar eigenlijk uit voortkomt, is dat er vaak heel weinig correlatie is tussen maatregelen en de curve. Ja, dan. Dus het wordt er niet gemakkelijk op. Wel, het is... Maar dat, ik vind wel dat je die onzekerheid moet communiceren, want anders kan je natuurlijk geen publiek debat hebben over die maatregelen. Ik denk dat juist is. Onzekerheid is, denk ik, draaglijk voor de mens. Wanneer dat ook duidelijk wordt gezegd en aangebracht. Het is ook een deel van het leven. Het is, denk ik, ook vrijwel zeker, hè, dat er een aantal variabelen en factoren zijn die wij onvoldoende hebben ingecalculeerd en waarvan we niet weten in welke mate ze meespelen. Want anders zou er inderdaad bij gelijk beleid, zeg maar, een andere evolutie zijn dan wat we nu meemaken. Dus het is, denk ik, belangrijk om dat te analyseren. En dan, wat mij ook erg tegengevallen is op methodologisch vlak, is de toepassing van simpele regels. Hè? Dus van het eenvoudige logische beginsel, cum hoc ergo propter hoc. Hè? Er gebeurt iets. Bijvoorbeeld, neem nu een daling
van vastgestelde besmettingen bij jongeren. En dan wordt er direct gezegd, ah, dat is omdat de scholen gesloten zijn. Maar dat kan ook aan heel andere factoren liggen, bijvoorbeeld dat er minder getest wordt en zo verder. Dus, en dat is iets dat me eigenlijk ontgoochelt in de discussie. Dat er zo makkelijk simplistische conclusies worden getrokken, terwijl het denk ik voor wetenschappers ook heel belangrijk is om ja, de complexiteit, zonder dat dat een verduistering van de dingen hoeft te zijn, maar om duidelijk te zeggen, kijk, dit kan wel zo zijn, maar dat kan ook meespelen en zo verder. En denk dat de bevolking ook recht heeft op die eerlijkheid vanwege de wetenschap. Maar meneer Torfs, vindt u dan dat die fout momenteel wordt begaan door wetenschappers zelf? Of is het gebrek aan discussie, aan debat eerder te wijten aan de media die daar niet goed mee kunnen omspringen met de onzekerheden die wetenschap eigenlijk met zich meebrengt? Ik denk dat het een samenspel is van allerlei factoren. Een eerste punt is dat wij komen uit een tijdperk, de tijd van voor COVID, waarin wij eigenlijk redelijk sterk de indruk hadden dat wij ons leven grotendeels konden beheersen en dat we veel voor elkaar hadden gekregen. Dan is zekerheid iets wat bijna verworven lijkt en onzekerheid iets waar we het lastig mee hebben. Een tweede punt is inderdaad dat wanneer er zich een probleem aanmeldt, de neiging bij velen bestaat om te zeggen, en dit is de oplossing. Dat is ook normaal. Als u naar een garagist gaat, dan is er iets aan uw auto, gaande van een simpel probleem tot een mysterieuze joie de culasse. Maar er wordt altijd gehoopt dat dat ergens wordt gevonden. Dus dat zijn twee punten die sowieso al spelen. Maar dan een derde punt, en dat moeten we toch ook durven te zeggen, is de verleiding die bij wetenschappers bestaat om toch met een soort messias-status mee te gaan. En de verblinding, zeg maar, die daarmee kan gepaard gaan. Dus de verleiding is dan groot om de nodige zelfkritiek en wetenschappelijke rigueur op te geven voor een mogelijke vedette-status en een soort passé-uniek die daarmee verbonden is. En dat vind ik echt iets wat we moeten blijven zeggen en blijven de discussie stellen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Je ziet inderdaad dat er een soort dynamiek ontstaan is waarbij de media natuurlijk wetenschappers nodig hebben, maar wetenschappers ook gretig ingaan op die uitgestoken hand van media en dan fouten maken, volgens mij. Er is een onderzoek gepasseerd in mei, als ik ook een voorbeeld mag geven, mei, juni 2020, over langdurige effecten van mensen die COVID hebben doorgemaakt. En er is in alle kranten het cijfer verschenen. 95% van de mensen die COVID hebben doorgemaakt, hebben daar 3 maanden later nog altijd gevolgen van. Dus dat cijfer was in elke krant, op elk medium was dat cijfer 95% aanwezig. Dat wil dus zeggen dat de wetenschappers zelf een perscommuniqué hebben uitgestuurd waar dat cijfer in staat, 95%. En als je die studie dan leest, dan zie je daarin staan dat de groep die ze onderzocht hebben, tot stand is gekomen, enfin, die hebben ze bereikt, de mensen die daar een enquête hebben ingevuld, die zijn bereikt via een Facebookpagina voor mensen met langdurige effecten van COVID-19. Dus mensen die zichzelf op zo'n Facebookpagina melden. Ja, dat is een fout die je een eerstejaarsstudent eigenlijk afstraft en niet vergeeft, want dat is zelden als een dokterskabinet, een dokters... wachtzaal binnenstappen, vragen wie er allemaal ziek is en vaststellen dat 95% van de bevolking ziek is. Ja. Dus dat soort fouten is wel gebeurd. En dat vind ik wel heel, heel kwalijk. En dat heeft volgens mij ook te maken met een aantal mechanismen intern aan het wetenschapsbedrijf zelf. Hè? Want wetenschappers zijn heel erg bezig met reputaties, met impact. Hè? Ze worden beoordeeld op basis van impactfactoren, hoeveel wordt je geciteerd, hoeveel wordt jouw werk gebruikt, hoe vaak wordt er naar jouw werk verwezen door andere wetenschappers enzovoort. Dus die drang naar impact hebben en naar reputatie, daar zit ook een deel van de verklaring, denk ik. Want je moet ook als wetenschapper voor een stuk scoren. En scoren, dat doe je niet door heel voorzichtig naar consensus te zoeken of een klein steentje te verleggen. Maar je doet dat door gedurfde dingen te doen, hè? Door gedurfde uitspraken te doen. En in de wetenschappelijke wereld werkt nu zo'n beetje, denk ik, dat je, want het is allemaal zeer gepolariseerd, maar eigenlijk binnen de wetenschappelijke wereld zelf zijn er mechanismen ingebouwd die vragen om,
om een soort polarisering. Hè? Dat je de ene consensus uitdaagt met een heel gedurfd idee dat dat dan diametraal tegenover staat, bijvoorbeeld, om toch maar te kunnen... Enfin, ik trek het nu misschien een beetje op flessen, maar er zijn wel mechanismen ingebouwd die ook eens ter discussie gesteld mogen worden, denk ik. En het draait vaak... Ja. Ik denk dat vaak het raster, hè, waarin de wetenschappen moeten functioneren om wetenschappers te laten scoren of financiering te krijgen, dat het raster waarin de wetenschap moet functioneren soms zelf eigenlijk wat anti-wetenschappelijk is. Hè? En dat is iets wat op termijn ongelooflijk gevaarlijk kan worden. En dat zeker ook grondig ter discussie moet worden gesteld. En als dat niet gebeurt door de wetenschap zelf, zullen het buitenstaanders zijn die die vragen op de duur gaan stellen. Ik denk dat we ons daar erg bewust moeten van zijn. Ja, absoluut. Wat ik jullie hoor zeggen, is dat er inderdaad een tegensprekelijkheid moet zijn binnen de wetenschappelijke praktijk. Dat er dus de mogelijkheid moet zijn om dingen in vraag te stellen. Maar ik hoor wel dan een dubbel pleidooi dat het zowel in de wetenschap zou gebeuren als in de media. Beide hebben nu de verantwoordelijkheid, leren we uit deze crisis, om die tegenspraak mogelijk te maken, om debat mogelijk te maken en om vragen mogelijk te maken. En dat is wat er net gemist wordt. Het feit dat op dit moment andere stemmen te veel gesmoord worden. Want daar gaat jullie oproep toch eigenlijk over. Ja, het probleem is een beetje dat je voortdurend een zwart-wit beeld krijgt tussen wetenschap en fake news. Dat is zo, als je vragen stelt bij de zogenaamde wetenschappelijke consensus, dan word je meteen in het kamp van fake news. En dan word je te lijf gegaan, hè, met een fact-check of zoiets. Hè. Dat is dan het wapen van binnen de media. Maar de manier waarop dat de wetenschap werkt, zichtbaar maken en in vraag stellen en daar discussie over vragen, is natuurlijk iets helemaal anders dan pleiten voor fake news. Hè. Wetenschap is een stuk politiek. Hè. Wetenschap, de wetenschappelijke keuzes bepalen welke realiteit zichtbaar wordt, hè, en welke dimensie van de pandemie zichtbaar wordt. Dat, virologen en psychologen gaan daar duidelijk, natuurlijk, zoals we net al gezegd, gaan een andere realiteit zichtbaar maken. Maar ook virologen en immunologen en epidemiologen gaan ook al een andere realiteit aan de oppervlakte brengen. En binnen de immunologie ga je nog mensen hebben die verschillende dimensies bekijken. Hè. Sommigen gaan kijken naar antistoffen, anderen gaan kijken naar misschien kruisreactiviteit enzovoort, naar die zogenaamde geheugencellen. En afhankelijk van waar je kijkt, krijg je eigenlijk een andere politieke boodschap. Want als je kijkt naar kruis- en achtergrondimmuniteit, dan ga je misschien minder de klemtoon leggen op vaccins dan degene die kijkt naar antistoffen enzovoort. Dus dat is politiek natuurlijk, dat zijn politieke keuzes. Enfin, alles is keuzes waar politieke consequenties uit voortvloeien. Dus eigenlijk moet je het publiek debat op dat niveau kunnen voeren. Ja, inderdaad, een element dat daar volgens mij ook in mee kan spelen, maar we moeten echt dat debat op gang krijgen ergens, hè, is dat bijvoorbeeld een vorm van hyperspecialisatie ook kan leiden tot een verwerping van een holistisch perspectief als onwetenschappelijk. Dus waarbij je zo sterk voelt in je eigen terrein, dat op zichzelf wat op een artificiële manier is afgebakend om er juist sterker in te kunnen worden, waardoor je de verbanden, de dwarsverbanden met andere disciplines die dichtbij liggen of verderaf, weigert als waardevol te bekijken. En dat is echt ook, vind ik, een zwaar methodologisch probleem, waar wij ook zelf als wetenschappers, als anderen niet doen, de discussie moeten over openen. Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat ook wetenschappers zelf meer gaan nadenken over de politieke consequenties van de keuzes die ze maken. En nadenken over de vraag welk mensbeeld daar eigenlijk achter schuilt. Effectief hoog dringend nodig, volgens mij. Dat is inderdaad een vraag die jullie ook duidelijk gesteld hebben in jullie brief. De vraag: willen we alle belangrijke beslissingen overlaten aan een groep wetenschappers en opiniemakers, hebben jullie eraan toegevoegd, die geen tegenspraak dulden? Dat is dus de vraag die wij ons als publiek ook moeten stellen en durven vooropkomen om te zeggen van kijk, wij willen dat toch echt wel, dat er eens dingen in vraag worden gesteld en dat
ja, ik kijk altijd graag eerst naar mezelf als deel van de hele grote groep media en opiniemakers, maar om toch die verantwoordelijkheid die wij dan ook hebben om durven andere stemmen aan het woord te laten. Dat is echt een belangrijke vraag uiteindelijk. Ja, ik denk dat het algemene probleem van bij het begin, hè, de eerste stemmen die kritiek hebben laten horen, hè, Lieven Annemans, Matthias de Smet enzovoort, en nu laatste aanleiding van onze brief was Sam Brokken. Die mensen zijn niet, denk ik... Zijn publiek verketterd en zijn publiek eigenlijk dus aan de schandpaal een beetje genageld of zijn alleszins geframed. En dat is niet met wetenschappelijke argumenten gebeurd, maar met morele argumenten. Die mensen zijn moreel veroordeeld en niet wetenschappelijk veroordeeld, denk ik. Daar komt het een beetje op neer. We zijn in een situatie beland waarbij een logica van we zijn in oorlog en in een oorlogssituatie geef je geen kritiek op het vaderland. Dat is zo'n beetje de sfeer, denk ik. De ploeg van 11 miljoen mensen, je mag daar geen kritiek op geven. Nee. En dus dat zijn morele oordelen en geen wetenschappelijke oordelen natuurlijk die je dan uitspreekt. Het merkwaardig is dat natuurlijk ook. Galilei destijds werd veroordeeld op andere gronden dan wetenschappelijke. Dus dat soort morele verwerpen en zo is, denk ik, van alle tijden. En in die zin denk ik dat daar eigenlijk weinig voortschrijdend inzicht is gekomen. Wel misschien over allerlei aspecten van COVID en zo verder, maar niet over de onderliggende antropologische gegevens die enorm spelen in deze discussie. En waar inderdaad op tegenargumenten vaak werd gereageerd met kwaadheid en morele verontwaardiging en het disqualificeren van mensen die via een andere invalshoek ook hun bijdrage wilden leveren. Dat vind ik inderdaad bijzonder beangstigend. En ik moet zeggen, ik ben daar ook wat van geschrokken. Ook wat van geschrokken dat dat zo ver is kunnen gaan, dat de media daar zo ver zijn in meegegaan en dat de wetenschappers zelf daar in zo beperkte mate eigenlijk in het verzet zijn gegaan. Ik vind dat dat nu wel gebeurd is, maar bijvoorbeeld onze brief, vind ik, heeft al met al toch niet zo'n geweldige weerklank gehad. Daar had een grotere discussie kunnen mee gestart worden. Nee. Wel, we merken dat voorlopig de Vlaamse pers daar blijkbaar nog niet rijp voor is. Erg dat je zoiets moet zeggen, maar dat is wel mijn gevoel. En dan moeten we echt iets aan doen om die mogelijkheden te vergroten. Absoluut, ja. Helemaal. Wel, heren, dan ben ik blij dat ik jullie aan het woord heb gelaten en dat we hiermee misschien toch een aftrap kunnen geven aan dat debat. Ik ben alleszins blij om vast te stellen dat jullie vragen om debat en tegenspraak en dat sommige van de namen die jullie genoemd hebben ook al namen zijn die hier, of personen zijn die hier al aan bod zijn gekomen in de podcast. Dus wij blijven alleszins proberen om mee te zorgen dat verschillende meningen aan het werk kunnen gaan. En ik wil jullie nog heel hard danken dat jullie de tijd hebben genomen om eens een ander geluid te laten horen. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Merci. En u, beste luisteraar, u merkt het. Tegenspraak, andere meningen. Het blijft belangrijk om ook goed onderbouwd zelf uw mening te kunnen vormen. En daar zullen wij blijven bij helpen. Dus blijf afstemmen op onze podcast en lees regelmatig op onze website eens die anders luidende meningen. Want het is toch zo verrijkend. Dankjewel en graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.